Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we een speciale video. Geen vlog, het is geen training. We gaan kijken naar mijn performance bij de sterkste man van Nederland 2022. Dus de finale gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de voorbereiding en natuurlijk de wedstrijd zelf gaan we kijken. Wat kon er beter? Wat ging er goed? Dus blijf vooral kijken. De voorbereiding voor de sterkste man van Nederland is altijd een aparte voorbereiding. Hoe komt dat? Meestal heb je 8 weken dat je een beetje de onderdelen weet. Bij Sterkste Man van Nederland kregen we de onderdelen 2,5 week van tevoren. Dus dat betekent dat je bij week 1 begin je eigenlijk met onderdelen te trainen. Waarvan je zelf denkt van, nou, misschien hè, hoe de wind staat. Dat gaan ze waarschijnlijk in de finale doen. Dus ik ben begonnen met een yoke op de NK hoogte te lopen. Ik ben begonnen met front holds. Ik ging trainen voor de log, maar geen max log. Want dat hadden we vorig jaar ook al gehad. Dus specifiek ging ik trainen voor een 3er RM om de log. Dus wat zeg maar, een max wat je kan doen op 3 herhalingen op de boomstam. En met mijn deadlift was wat ik voor 5 reps kan halen op de deadlift. Dus zo ben ik dat traject eigenlijk begonnen met mijn coaches. We hebben dus de deadlift opgebouwd tot ongeveer 300 tot 2,5 kilo. Tot we te horen kregen dat het een 18-inch deadlift werd. Dus compleet anders dan we hadden kunnen verwachten. De log hebben we getraind tot 3 keer 155. Om vervolgens te horen te krijgen dat de log dus 130 kilo op herhalingen werd. En frontot heb ik maandenlang getraind en die bleek er uiteindelijk helemaal niet in te zitten. Dus ik was echt oprecht goed in frontot, maar was dus gewoon niet aan de orde. De onderdelen dus die er wel in zaten, bijvoorbeeld een yoke, had ik goed gegokt, die zat er wel in. Was ik super blij mee, want dat is een yoke. Vooral als je wat langere jongen bent, dan moet je daar vooral echt goed op trainen, want het is niet zomaar een yoke. Zoals je zometeen in de filmpjes gaat zien, hij is laag, hij is moeilijk op te pakken. Voor sommige jongens past die perfect, dat is net een puzzelstukje die erin passen. Ik ben niet het goede puzzelstukje voor die ook. Dus dat zijn de dingen die ik voornamelijk heb getraind. Ook natuurlijk stenen, want stenen hè, zit er altijd in, dus moet gewoon getraind worden. Op alle verschillende hoogtes heb ik getraind, zo zwaar mogelijk. Dus ik kwam tot een setje tot 2 keer 200 en ik heb ze van 110 kilo op de hoogste tot 186 op de laagste gelegde training. En de truckpool, we hadden echt verwacht dat dit jaar een truckpool erin zat. Dus ja, ook natuurlijk wouden we hier gaan trainen. Maar een dag van tevoren kregen we de onderdelen binnen. Dus was het uiteindelijk niet meer nodig. Wat waren nou wel de onderdelen voor de sterkste man van Nederland? We begonnen met een 130 kilo log op herhaling. Kregen we 60 seconden voor. Vervolgens gingen we door naar een yoke. Dat was 25 meter met 410 kilo. De vaag kleine Dutch yoke. Het derde onderdeel een 18 inch deadlift. 18 inch. Waar elke keer gewicht bij zou toegevoegd worden. Vervolgens het vierde onderdeel, een loading medley voor 5 onderdelen. In de loading medley zaten 2 rollen en 3 zandzakken. Allemaal elke keer verhoogde kilo's. Het vijfde onderdeel, een Conus wheel. En het laatste onderdeel, natuurlijk het mooiste, de stenen. Dus ja, we hadden wel verwacht dat het erin zat. Dus op een paar onderdelen zat ik wel goed. Ik was tevreden over dat ik wel met 3 RM log heb getraind. Omdat het ook gewoon licht op herhaling is. Natuurlijk, als je al richting de 160 gaat, is natuurlijk 130 kilo veel, ja, eigenlijk veel te weinig. Maar ja, goed dat het is getraind. De deadlift was ook compleet anders. Dus de laatste 2 weken van de training heb ik mijn 18 inch deadlift aangepakt, zoet aangetrokken en hebben samen met het hele team hebben we eigenlijk opgebouwd met schijven. Dus 1 rep doen, neerzetten, schijven erbij en weer omhoog. Zoals het ook in een wedstrijd zou gebeuren. En ik heb geen konen gepakt, maar ik heb de yoke gebruikt. En wat ik daarbij dus deed, is ik keek dus naar de Strowman Champs League van 2 weken geleden. Omdat ik in de veronderstelling was dat we ook dat frame gingen gebruiken. Ik heb gekeken hoe lang Dennis Kolruus ermee liep, die de derde op werd. En ik dacht, ik ga dat gewoon mimiken. Van als ik weet van, hey, Dennis Kolruus loopt de 30 seconden mee, hij wordt daar derde mee. Ga ik het ook proberen met een zware yoke. En zo, ja, zo geschieden. Op die manier hebben we eigenlijk alles wel een beetje getraind nog de laatste 2 weken. En ja, toen was het dus tijd voor de wedstrijd. Oké, nou, we kwamen dan bij het eerste onderdeel aan. Het eerste onderdeel was 130 kilo voor herhaling. We hadden 60 seconden tijd en de beste score die op dat moment was neergezet was 6 herhalingen. Ik was een beetje in het midden van het veld qua starttijd. Dus ik wist van, hey, er komen zo meteen nog wel wat goede jongens aan. Zoals Kel van der Ruiten, Angelo van der Pas moest nog. Dus ik wist dat ik eigenlijk over die 6 heen moest gaan. Maar ook verder dan 7, ook hopelijk meer dan 8. Dus ik begon vrij goed. Het enige wat ik deed in het begin was, ik lokte hem uit, ging te snel naar beneden. Daar kreeg ik toen een waarschuwing voor tegen van Berend Veenenberg. Vervolgens heb ik alle reps eigenlijk even iets langer vastgehouden, gewoon voor de zekerheid. Want je weet als je die eerste waarschuwing hebt gehad, vervolgens als je die tweede krijgt, dan mis je gewoon een rep. En dat kan echt gewoon een hoop punten zijn.
Ik had het bij dit moment had ik er al 5 gedaan. Ik vroeg even van de tijd. Ook gewoon even een fijn gevoel, want je weet dan, ja, dat heb ik vooral. Dat ik weet van, oké, ik heb nog 25 seconden tijd. Garandeerd dat ik het 3 kan gooien. En dan dat ik nog misschien voor een 4 kan gaan. Dus time management is bij mij gewoon heel belangrijk. Dus ja. Dus ze vlogen nog steeds aardig lekker omhoog. Ik had ook geen last van de zon. Ik heb een zonnebril op, maar normaal heb je nog wel eens dat je de zon krijgt dat het niet heel fijn is. Of dat je uit balans raakt. Maar ik kwam op achterhaling uit. Dus dat was op dat moment de beste score. Uiteindelijk bleek het goed genoeg te zijn voor de tweede plek op de boomstam. Alleen Angelo van der Pas kwam er overheen met 9 herhalingen. 9 Viper presses, dus ja, daar kun je niet tegenop. Maar ik was wel trots op dit onderdeel, want elke press ging gewoon steady en goed. Dus een hele goede start van die wedstrijd. Oké, nou komen we aan bij het volgende onderdeel. Het volgende onderdeel was de Nederlandse joke. Niet mijn meest geliefde onderdeel. Waarom? Hij is gemaakt voor mensen van 1,70 meter ongeveer. Daar ben ik een kleine 31 centimeter te lang voor. Ik moest dus tegen de nummer 1 van dat moment, Angelo van der Pas. En ik had deze vaak geoefend. In de editie, in de finale van vorig jaar, was ik echt heel trots met hoe het ging. Uiteindelijk scheurde wat in mijn nek, waardoor ik het liet vallen. Maar hier liep ik ook goed. Ik had een betere tijd verwacht. Alleen, ik kon net dat laatste zetje niet geven voor de snelheid. Uiteindelijk wist ik voor mij hier zo'n 4e plek op te krijgen. Met rond 20 seconden. Maar ja, je had Kevin de Jong, die met 30 seconden het onderdeel gewonnen. Dus dat was een zware race om nog 7 seconden in te halen. Dus uiteindelijk wist Kevin de Jong met 30 seconden het onderdeel te winnen. Kelvin en George zaten daar vlak achter. Ik werd voor mij, dus wat ik zeg, 4e of 5e hier zo op. Ik wist Angelo te verslaan. Dus ja, op dat moment stond ik dus gelijk met Angelo van der Pas. In het algemeen klassement op de eerste plek. Want natuurlijk, ja, super vet is om even eerste te staan na 2 onderdelen. Alleen heb je er geen klote aan als je na 6 onderdelen daarin staat. Dus ja, gaan we door naar het volgende onderdeel. Het volgende onderdeel was natuurlijk de deadlift. Ik had hier flink voor getraind. Natuurlijk wat ik zei, allemaal op een normale hoogte. En toen kreeg ik het uiteindelijk te horen dat 8 een inch moest zijn. Dus ik had wel een goede score hier verwacht. Warming-up ging niet zo lekker. Ik was naar de wc geweest. Ik kwam terugrennen. Ik moest opwarmen. Ik moet mijn pak nog aantrekken en dergelijke. En een hoop jongens kwamen al terug van de opwarming. Ik zei van, joh, is het al klaar? Ja, we gaan al bijna beginnen. Maar ja, dat was zo dicht na mijn laatste yoke run. Dus uiteindelijk mocht ik 2 keer even op een lege stang een pool doen. En dat was het. Uiteindelijk, ja, bij het onderdeel begonnen goed. De eerste reps waren echt vrij makkelijk. We begonnen dus op 225 kilo. Als ik het goed zeg. En elke keer gingen er weer slangen bij. En dat, die 2 slangen bij elkaar waren 25 kilo. Dus elke rep voelde makkelijk aan. Ik moest wat weer uitstrekken uiteindelijk van Berend Veenenberg. Dus hier kwam ik tot 375 kilo. Voelde nog vrij makkelijk. Ik had er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Ik laadde hem hier eigenlijk op, want het laatste wat ik moest trekken was die 400 kilo. Dus dat was wel aardig belangrijk dat ik deze trok. Uiteindelijk kreeg ik gewoon niet van de grond af. Dus leek alsof ze in 1 keer 20 slangen erbij hadden gegooid. Er zat gewoon geen beweging meer in. Terwijl bij de 375 ging het nog best makkelijk. Dus hier wist ik eigenlijk al een klein beetje van, oké, dat was wel een probleem. Want ik had mezelf echt wel hoog gevraagd op deze deadlift. Ja, een hoop jongens die tot 375 kwamen. Dus uiteindelijk verdeelden dan ook weer de punten. En natuurlijk de uiteindelijke podiumplekken, die hadden hier natuurlijk goede scoren op 400 en 425 kilo. Dus dat was even jammer, maar ja, het was nog geen probleem. Uiteindelijk stond ik na dat onderdeel in het algemeen klassement op gedeelde 2e plek. Nog zat er voor te spelen en we waren halverwege de wedstrijd. Ja, uiteindelijk kwamen we dus uit bij een belangrijk onderdeel voor mij, de loading medley. Ik heb hier redelijk op getraind. Ik vind het zelf altijd een beetje moeilijk, want je weet niet wat voor spullen je gaat krijgen in de wedstrijd. Natuurlijk heb ik wel veel met zandzakken getraind. Uiteindelijk moesten we dus ook de rollen doen. Die rollen die we nu optillen, ze zien er een beetje klein uit, maar het schokt me eigenlijk hoe zwaar ze waren. Dus de eerste liep eigenlijk heel fijn. Je ziet Kevin de Jong, die naast me staat, die maakt dan een klein foutje. Dus toen dacht ik al van oké, dit gaat lekker. Ik weet dat Kevin de Jong een goede loader is. Hier, ik weet niet wat ik hier deed. Ik maakte een of andere beslissing om in één keer te zeggen van prima, ik gooi hem niet op mijn schouder. Ik pakte niet explosief genoeg op. Vervolgens kwam bij de eerste sandsack uit van 100 kilo. 100 kilo is natuurlijk niks, dus dat is goed te doen. En hier liep ik nog steeds een klein stukje voor op Kevin de Jong. Alleen wat er dus bij de volgende zandzak gebeurde is, waarom het ook gewoon niet meer heel lekker liep voor mij. Toen ik deze zandzak nu hier oppakte, voelde ik een klein beetje een rek komen in mijn bicep. Waarvan ik zelf dacht van, oh,
het was een verschrikkelijk momentje. Duurde ook wat langer tot ik ging staan met die 120 zak. En nu liep ik naar die laatste toe. En een 140 zak is eigenlijk niet zo'n probleem voor mij meestal. Dan pak ik eigenlijk altijd gewoon goed op. Alleen ik had hier toch een beetje de angst in mijn kop gekregen. Dat ik denk van ja, kut. Weet je, het kan hier ook gewoon voorbij zijn. En op het moment dat je ook maar 5% angst hebt en je niet meer 100% voor zo'n zandzak gaat, ja, dan zie je het zijn alleen maar te kloten. Vervolgens was het ook Kevin de Jong die naast me stond. En hij had hem, op dit moment heb hem op zijn schouder zitten. En ik zag hem ermee weglopen. En dat was eigenlijk een beetje het moment voor mij dat ik dacht van ja, kut. Ik kan hem niet, ik krijg hem daar niet omhoog. Hij heeft hem al weg. En ja, er is niet zo heel veel meer om voor te spelen momenteel. Dus ik ben ermee gestopt. Ja, wel een beetje een klote moment natuurlijk. Dat was eigenlijk het moment waarvan ik zeg in de finale van ja, dit was toch wel het grootste keerpunt voor mij geweest. Dat als ik dit onderdeel goed had gedaan, dan had ik het echt wel een stuk beter kunnen eindigen, denk ik. Want dan weet ik van, hey, de Koningswiel moet toch weer meer en meer all-out. Het is toch allemaal even een samenloop van omstandigheden op zo'n dag. En dat gaat allemaal vrij snel. Dus ja, dit was het onderdeel waar ik het minst tevreden over ben. En waar ik natuurlijk gewoon het hele jaar nu ga eindigen. Dat weet je nu ook wel. Dus ja, dus we kwamen uit bij het vijfde onderdeel, de Koningswiel. Het moest natuurlijk best wel snel aan de beurt, want de loading medley verliep niet helemaal zoals het zou moeten. Koningswiel ben ik geen fan van. Ik vind het een moeilijk onderdeel. Het is vooral echt een cardio onderdeel. Maar het is ook een onderdeel, net zoals mijn yoke. Als ik dat 8 weken krijg om daarvoor te trainen, ben ik daar sowieso een ronde beter op dan ik nu was. En nu heb ik eigenlijk 2 keer een beetje kunnen trainen ermee. Ja, weet je, ik wist weinig wat ik met mijn tactiek zou moeten doen. Dus ik ging eigenlijk maar een beetje ja, lomp eigenlijk in om te zeggen van ik ga hem oppakken en ik ga gewoon zo snel mogelijk lopen en hopen dat, ja, hopen dat ik niet te veel verzuur. Dus hier begon ik mee. Uiteindelijk liep ik wel lekker. Na een half rondje denk ik van oké, als ik nu gewoon zo snel mogelijk ga lopen, heb ik zo snel mogelijk mijn rondes binnen. Alleen wat er dus nu gebeurde was dat ik eigenlijk heel veel verzuring kreeg in mijn hamstring en in mijn gluteus maximus, dus in mijn aars. Daar kreeg ik nu heel veel verzuring in en dat knalde gewoon in 1 keer gewoon helemaal uit elkaar. En ik dacht dat ik net over de tijd was van Angelo van der Pas. Ik voelde ook een beetje, ja, toen dat gebeurde, het was een klein beetje een halve blackout of niet. Maar het was ook niet mijn beste onderdeel. Dus hier was het gewoon vervelend. Het waren 2 onderdelen achter elkaar waar je eigenlijk gewoon je mindset even beter moet hebben dan dat je het had momenteel. Zo'n dag is lang, een wedstrijd zoals dit is gewoon heel moeilijk. En vooral als je zegt van hé, ik kom daar voor het hoogst haalbare, dan is zo'n moment, of zijn zulke 2 onderdelen zijn wel lastig om achter elkaar te hebben. Ik wist dat ik echt alles nog moest geven om nu op het podium te komen, want ik wist dat ik nu voor mij op 5e plek stond. Door de loading en de konen was ik echt wel een beetje gezakt. Natuurlijk super kloten. Maar hierna kwamen de stenen en ja, iedereen die mij kent weet dat ik vorig jaar bij de Sterkste Man van Nederland natuurlijk mijn stenen gewoon compleet heb verneukt. Mijn wedes schoot los, mijn sleeve schoot los. Bij die 3e steen liep ik al te handelsen dat ik geen grip had en zo. Want kijk, dat is een beetje het verhaal. Je krijgt zo'n Sterkste Man van Nederland shirtje en iedereen die dat shirt krijgt denk je al van oh vet, hij heeft met Sterkste Man van Nederland meegedaan. Vorig jaar was ik nog te dom en onbezonnen om te denken van hey, misschien moet ik mijn hele shirt vol te smeren met tacky, want het is best wel een glad shirt. Dat deed ik niet, want ik wou mijn shirt mooi houden. Dus dat zijn echt van die dingen, doe dat niet in de eerste finale. Ga gewoon smeren het hele ding onder, je krijgt er 2, doe niet zo moeilijk. Dat heb ik dus nu wel gedaan. Ik heb het hele jaar getraind met mijn sleeves aan, met spray eronder, met tape eronder. Die dingen zaten echt als een huis. Om die uit te krijgen is al super moeilijk laten staan dat ze uitschieten met stenen. Dus ja, we gingen naar de stenen toe. Daar zat natuurlijk ook wel een mooi verhaal achter, want ja, ik wist eigenlijk wel een beetje mijn lot. Ik wist dat ik niet per se op het podium zou kunnen komen. Of dat ik echt een hele goede score had moeten hebben en anderen niet. Ik vond het een beetje stil. En ik dacht, ja, zo'n moment dat ze stenen is toch altijd wel even hè, de heavy stones. Dus ik zei tegen Wout de Jong, ik zei, dat is de commentator van de hele show ter plekke. Ik zei, het is wel een beetje rustig hier zo. Ik zei, kun je even lekker muziekje voor me aanzetten? Als jij een lekker muziekje voor me aanzet, ik gooi alle stenen voor je op. Dus een beetje spakenbus bluff. Want ik wist echt niet of ik zo worden opgegooid. Maar hij zei tegen mij, wat wil je hebben voor muziek? Dus ik zei, knal lekker wat Rammstein erin. Ja, hij is heel groot fan van Rammstein, dus hij rende gelijk naar de DJ toe. Rammstein met Duhas staan. Hij ging me een mooie intro geven en ik moest allemaal maar erop gooien. Dus ja, Duhas werd voor me aangezet. Groot onthaal kreeg ik. Ikzelf heb het publiek ook nog een beetje oplopen naaien. Ik kreeg zelfs een box van Koert. Van de RTL7 commentator. Die zei, dit is jouw moment en zo. Dus het was helemaal into the vibe. Begon bij de eerste steen. De eerste steen was voor mij 100 kilo. Ja, normaal geen probleem. We kregen alleen van tevoren te horen van, hey, we moeten ook een stuk gaan lopen met die steen. Dus ouderwets. Dus ik pak de eerste steen, ik gooi hem omhoog. En ik krijg hem echt 3 keer meer in mijn mijl.
En ik schrok er een beetje van. Ik dacht bij mezelf van zo, lekker zo'n intro, zo'n muziekje bij. En ik ga het nu gewoon compleet verneuken. Uiteindelijk gelukkig kreeg de steen erop en waren er meer mensen die daar problemen mee hadden. En bij de tweede steen die wist ik alle Kobe Bryant er weer lekker in te dunken. Dus ja, ik kwam bij de derde steen aan. De derde was 150 kilo. En ik voelde echt wel dat ik flink naar de kloten was. Dus elke steen was eigenlijk ook gewoon net op het randje. En net precies genoeg energie, precies genoeg kracht om erop te gooien. Alleen ik had toen wel mijn twijfels van, hey, gaat die laatste er ook wel opkomen? Dan kwamen we bij de vierde steen aan. Er was ook nog maar een metertje lopen, dus dat was ook wel weer fijn. Dus elke steen dat je dichterbij kwam, was ook weer minder meter lopen. Er waren twee stapjes en ja, makkelijker opleggen. Dus en dan, toen kwam het lekkere moment, want ik zei van, ja, nu moet hij. Dus ik zei tegen mijn coach, Robert Steffens, ik zei, geef me een paar goede hengsten. Het publiek een beetje opgenaard. En toen moest ik dus die 180 kilo pakken. Maar het was echt een vet moment. Steffens die stond naast me te schreeuwen, ik werd echt serieus een beetje bang van hem. Mijn moeder stond erbij, dus ja, super vet. En die laatste ging erop en ik voelde gewoon echt de redemption van vorig jaar. Dat ik die kutsteen niet legde en dat allemaal fout ging. Dus dat kwam er allemaal even uit en dat, ja, echt heerlijk. Dus op dit onderdeel ben ik uiteindelijk nog tweede geworden. Uiteindelijk was alleen Kel van der Ruiten, was voor mij 10 seconden sneller of zo. Dus ja, hey, daar kan ik helemaal mee leven. Dus nummer 2 King of Stones van Nederland dan maar, hè. Dus ja, dat was echt mijn favoriete moment van de dag. En heel apart dat het dan toch zo op het einde komt eigenlijk. Dus hier werd ik nog door Koert uiteindelijk geïnterviewd. En dan moest ik nog naar mijn moeder toe samen met Koert. Dus ja, super vet. Dat waren al onderdelen voor Sterkste Man van Nederland. Uiteindelijk kwam ik bij de prijsuitreiking uit. Ik probeerde hier nog bij Dennis Verbeuskos bier uit samen te gissen. Uuiteindelijk werd ik vierde. Ik werd vierde op 2 punten achterstand op Kevin de Jong. Die uiteindelijk dus derde werd op het podium. Beetje zuur dat ik denk van, oh man, waar heb ik heel veel laten liggen? Wat kan ik beter? Zullen we zeggen. Dus ik vond die deadlift, daar kon ik beter. Die zandzak heb ik mezelf gewoon echt in verkloot. En de Konins, ja, kan ik mee leven, omdat het gewoon niet mijn onderdeel is. En dat zijn misschien dingen die ik vaker zou moeten trainen dan. Maar ja, 2 punten eindigen vanaf het podium, ja, is voor mij zuur. Ik ben er ook niet heel tevreden mee met de vierde plek. En ja, ik ga gewoon keihard werken om volgend jaar wel gewoon op het podium te komen. En ik hoop dat ik het de 2 gasten die bovenaan staan moeilijker maken. Dus dat was hem uiteindelijk. De Sterkste Man van Nederland finale 2022. Een vierde plek weten te bemachtigen. Ik zal volgend jaar terugkomen. Ik zal volgend jaar beter zijn. En ik weet de dingen die ik ga verbeteren en moet verbeteren. En gewoon allround nog beter worden. Want echt respect voor Kel van der Ruiten. 72 punten zijn er in totaal te verdienen bij de Sterkste Man van Nederland. 12 deelnemers, keer 6 onderdelen. En de beste man had er maar 6,5 verloren. Dus ja, echt petje af als je gewoon zo domineert. Dan moet je er volgend jaar nog beter komen, nog sterker, nog meer allround zijn om tegen zo'n jongen überhaupt de battle aan te gaan. Wat ik de komende tijd mee bezig houden, ik ga eind augustus ga ik naar Finland toe. Dan mag ik strijden tegen jongens zoals Sami Rola, Mika Turro in het Finns Open. Een tweedaagse wedstrijd, dus super veel zin in. Vervolgens hebben we natuurlijk Sterkste Man van Nieuwegein. Hebben we Sterkste Man en we hebben dit jaar ook Sterkste Vrouw. Dus daar gaan we ook naartoe trainen. Mede georganiseerd door mij en door Albert van Athletic Fortune Nieuwegein. Zeker een keer een kijkje waard om te kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En natuurlijk de road to Sterkste Man van Nederland. Like vooral deze video als je het leuk vond. Reageer als je misschien zoiets vaker zou willen zien. En ja, thanks voor het kijken. Tot de volgende keer.